Marienburg wordt al wekenlang geteisterd door milieuvervuilers. Op het terrein waar de overblijfselen van de suikerrietfabriek zijn, wordt er op onverantwoordelijke manier vuil gedumpt door zowel vuilophalers als buurtbewoners. Het gaat bij deze om huisvuil en grofvuil. De lokale tourgids Hendrik Wiriosamito, die dagelijks rondleidingen geeft aan toeristen, wil dat dit vuil zo gauw als mogelijk wordt weggehaald. Hij onderstreept dat het vuildumpen een negatief effect heeft op het toeristenbezoek. Zo, om het bij denk ik 5 maanden terug, toen de bischopsvader zegt, nou, alle grofvuil van Komen-Wenen moet naar hier toe moeten dumpen. Dus het gebeurt alleen maar korte tijd, ja. En daarna komen de buurtmensen ook alle grofvuil naar hier dumpen. U bent tourguide, heeft u hier tegen niet geageerd? Heeft u niks ertegen gezegd? Ja, zeker. Maar ja, mensen luisteren helemaal niet naar mij. Wat voor grofvuil heeft u hier allemaal al gevonden? Zoals ijskasten, wasmachine, noem maar op. Tot heel veel op dit moment naar hier toe dumpen. Hoeveel toeristen komen op dagbasis aan deze kant? Zo niet veel meer als toen, omdat, kijk maar, de fabriek is helemaal weg. Ja, er is helemaal geen museum meer. We hebben nog alleen de driftoommachine daar. Dat is alles. En toen kregen we echt heel veel toeristen naar hier toe. Op dit moment, ja, heel weinig ook. Maar hebben de toeristen dit gezien, alles? Dat grofvuil? Ja, zeker. Wat zeggen ze ervan? Zo, natuurlijk, echt geen gezicht. Het is echt onhygiënisch. Districtscommissaris Ajay Kali reageert verbaasd op de aantijging, al zou hij toestemming hebben verleend om het gebied tot een dumpplaats te maken. In een telefonisch interview ontkent hij die aantijgingen en zegt morgen al ervoor te zullen zorgen dat het vuil wordt weggehaald. Kali is er naar zijn zeggen ook niet van op de hoogte dat er vuil wordt gedumpt in het gebied.